Het pand van de papierverwerker in Oosterhout werd gisteren verzegeld. Een jaar blijven deze bergen papier en plastic staan. Hier achter het hek ligt het terrein van Puyflik. Hier ligt al dat papier en al dat plastic. En de buurman maakt zich zorgen. En dat is ook niet zo gek, want je ziet hoe dichtbij hij met zijn bedrijf zit. Transportbedrijf Van Wanrooy. Brandgevaar, ongediertebestrijding, stankoverlast. En daar zullen wij dan niet blij mee zijn, met alle gevolgen van dien. Ik vind het onverantwoord. Ik vind het een onverantwoorde keuze van de gemeente zelf. Vanwege dus brandgevaar, ongedierte en stankoverlast? Helemaal, juist. Volgens een van de eigenaren van de papierverwerker staan er nog zo'n 400 tot 600 vrachtwagens aan papier en plastic. Een jaar lang zonder toezicht en zonder dat er iemand zorg voor draagt. De risico's zijn dat er brand kan ontstaan. Wij nevelen natuurlijk bij hevige temperaturen. Nou wordt volgende week wordt aardig warm. Ja, er is hier niemand aanwezig wie zal gaan nevelen. Je kan ook niet te veel nevelen, want in het papier zit een vezel. Dus het is ook belangrijk hoeveel nevel je, wanneer nevel je. En brand ontstaan, ja, op school leer je al natuurlijk dat als je velletje papier weglegt op een bureau en dan door het glas de zonnestraal, dat gaat branden. Hier is natuurlijk geen glas aanwezig, maar er staat wel plastic en er ligt ook een plastic flesje, wat kan weer kaatsen. En dan krijg je toch weer dat schooleffect. Ja, u ziet het zelf, we staan er dicht op, dus we zullen onze parkeerplaatsbeleid voorlopig moeten gaan aanscherpen of moeten veranderen. Omdat hier allerlei trailers staan van uw transportbedrijf? Inderdaad, die staan er ja, op 2-3 meter na van geparkeerd. De overslag eventueel naar de panden is natuurlijk altijd een gevaar. De eigenaar van het transportbedrijf is ook de eigenaar van de grond waar de papierverwerker zit. Hij verhuurt het aan Van Puyflik. En de gemeente laat weten dat hij als eigenaar verantwoordelijk is voor de veiligheid op het terrein. Natuurlijk ben ik in overleg met de gemeente voor een oplossing, want dit is natuurlijk een vrij groot probleem. Waar we aan moeten werken dat het opgelost gaat worden.